lopende band, dan kan ik denken aan ritmische geluiden. Net zoals een beetje techno of zo. Ik pak een vat. Doe het deurtje open. Doe het vat erin. Beveiliging erop. Doe het deurtje dicht en druk op de knop. Ik ben Bart van der Werken en ik maak muziek onder de naam Kubus al meer dan, al 20 jaar. Hip-hop producer Kubus, bekend van Opgezwollen en Rico en Styx. Ik ben gevraagd voor deze podcastserie voor de VPRO, Lopende Bandwerk. En ik heb daar een leuk stuk voor gemaakt, samen met Leo. Beveiliging erop, doe de deurtje dicht en druk op de knop. Klaar. Lopende band, dan kan ik denken aan ritmische geluiden. Net zoals een beetje techno of zo. Ook in Nederland doen nog steeds tienduizenden mensen dagelijks lopende bandwerk. Nou, heb je zelf ook ooit aan de lopende band gestaan? Ja. Werk bij PostNL als postsorteerder. Ja. Hoe kijk je terug op die tijd? Ja, dat was toen eigenlijk best wel leuk. Af en toe dan rookten we wel eens een jointje in de pauze. En het was een beetje... Het was echt allemaal nog heel niet serieus. People let out the machine. Wij zijn perfectionisten. Met zo'n karretje scheurde je dan door het postsorteercentrum heen naar elkaar toe. En dan probeerde je meerdere die daar dan werkten, die probeerde je een beetje te omzeilen. Maar soms als je dus te lang wegbleef, kwam je terug en dan lag je hele goot vol. En dan ging er een lamp branden. En dan moest je dus wel even snel of leegmaken of je kreeg op je donder, zomaar zeggen. Ze pikken en pakken. Ze stoppen koekjes in doosjes. Beleggen de kant-en-klaar sandwiches die u zo straks kan kopen bij uw tankstation. Gasten die gingen daar gewoon elke dag heel vrolijk heen. En daar heb ik wel respect voor, hoor. Voor die mensen die dat dan gewoon doen. Abonneer je nu op Lopende Bandwerk. Een podcast van mij, Emmy Kollau, voor VPRO en NPO Radio 1.